Yo, lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag donderdag. Ik ben al voor mijn nagels geweest. Ik heb alleen een beetje een verkeerde kleur uitgekozen. Ik dacht mooi bruin, maar het is echt letterlijk de kleur van mijn kakkie. Maar goed, het is even niet anders. Ik heb een nieuwe jas aan van de Zara, waar ik heel erg blij mee ben. Ik vergeet jullie helemaal de jas te laten zien. Dit is de jas. Kijk, zo. Met die boomerarmen. Echt helemaal leuk, vind ik hem. En dan is de binnenkant is orange. Van de Zara, leuk hè? Hallo threesome, wat gezellig. Wat erg dat niemand weet dat we uit eten gaan. We zijn echt sneaky bitches. Ja, maar zou ik helemaal in het zwart als we ja. Echt stiekem gaan? We gaan het zien. Oké, nou, we hebben heerlijk gegeten, zoals jullie aan mijn TikTok hebben gezien. We hebben net een tequila shotje gedaan. Mirjam, vind je het gezellig? Heel gezellig. En nu zitten we aan de vodka sparoos. Oh nee, ik heb wel een gin tonic genomen. Eerst doen. We hebben weer gesport, we zijn weer een dagje verder, we zijn op de zaak en mijn kind is er ook. Nieuwe baardvrouw. Iedereen, je zit alweer aan alles, dat kan niet, dat gaat niet. Dat kan niet. Het is echt mega erg opgefokt, jongen, door die vitamine C crème na de zonnebank. Dat had ik echt nooit mogen doen. Maar goed, het wordt wel iets minder. Voelt echt een beetje geburnt aan. Iedereen is nu nog voetbal aan het kijken en het zit hier straks helemaal vol. Dus dat is ook fijn. Hé, George? Good evening. Good evening. Ladies and gentlemen. Goedemorgen. Kijk, nu zien jullie mijn huid beter. Dit is echt niet normaal, joh. En ik weet dus niet zeker. Misschien heb ik wel een allergische reactie. Want ik drink nu de hele dag door pure gember shots. Nou, de hele dag door. Ik meng het zeg maar in mijn thee. En ik heb overal jeuk. Dus ik weet nou niet zo goed wat is. Dus ik stop helft met die gembershots. Want misschien heb ik daar wel een allergische reactie voor. Ik heb echt geen idee. Ik heb ook echt mega veel jeuk tussen mijn benen ervan. Het is echt niet oké. Maar ik ben dat dus gaan doen. Omdat die dokter mij dat adviseerde. Dat als je elke dag gember drinkt, dat het heel ontstekend remmend is voor daar beneden. Dus misschien dat het nu helemaal aan het uitontsteken is. Ik heb geen idee. Maar goed, ik ben inmiddels wel even de hele ochtendritueel aan het doen. Wasjes. Jules zit in bad. Heeft mega erg last van oogdingen. Ik ben de hele dag door haar ogen aan het schoonmaken. En ze is echt wel snotterig verkouden. Dus ik ben eigenlijk echt. Ik wil de hele tijd haar gezicht gewoon schoon hebben. Want ik vind dat gewoon. Ja, heel eerlijk, ik vind het echt ranzig. Ik hou echt niet van kinderen die vies zijn. Ja, ik vind dat gewoon echt helemaal niks. Dus dat is wel echt iets wat ik de hele dag aan het weghalen ben. Ja, en ik doe sowieso elke dag mijn kind in bad. Want ik hou van een schoon kind. Hierna moet ik mezelf even helemaal doen. Maar ik ga eerst even dit allemaal doen. En dan ben ik vandaag vrij. Ik heb een opening van de nieuwe tattoo shop van Pociani. Van My Incorporated Tattoo. Dat zit in de stad. Bij de Winburg Bal. Waar ik mijn tattoos heb laten zetten allemaal in Amsterdam. Maar ze opent er nu ook eentje in de pijp. Dus super chill, dat is heel dichtbij. Dus ik heb vanavond die opening. En ik heb volgende week toevallig een afspraak. 1 december. Voor mijn arm af te maken. Dus we gaan een tattoetje zetten. Ik word helemaal gek voor die jeuk in mijn gezicht.
Oh, het is niet te bang. Zo, even met de hele gangbang op stap. Julie, we gaan daarheen. Kom maar, schatje. Kom maar. Hi, mam. Hoi, schat. Hoe gaat het ermee? Wat heb je leuke schoenen aan? Wat leuk. Kom, gaan we hier staan met z'n allen. We hebben Bobby erbij. Kom eens, kom met z'n hand. Oké, we zijn even bij Van Assum op het Gelderlandplein. Echt mijn lievelingswinkel als het gaat om laarsjes en schoenen. Ik ga even één van de... Ja, ik ga ze alle drie passen. Even kijken welke het leukste zijn. Oh, wat was? Ja, van Nubik. Deze. Of deze. Heel mooi. Leuk, hè? Ik vind die echt leuk. Ik zie dat je helemaal niet zo'n grote voet krijgt. Nee, ik ook niet. Ze zijn allebei leuk totaal aan. Keuzestress, Jules. Welke zeg jij? Lastig weer, joh. Ik denk dat ik aan deze meer heb. Oh. Oké, ik heb even snel wat aangedaan. Dit jasje is trouwens van Naked, Amstelveen. En ik heb mijn nieuwe laarsjes aan. Van Nubik, van Assum. Blij mee. Zo zie je het beter. Eerlijk. Je wilt toch alleen nog maar de hele dag in leggingen lopen gewoon? Ja. Dus ik ga nu naar de pijp toe en dan ga ik me helemaal onder laten tatoeëren. Fijne! Wat dan? Lekker hapjes! Oh, ze hebben al oorbellen lippen! Lieve mensen. Nou, zoals jullie hebben gezien, hadden we gisteren een brunch in de Brochette. Was weer gezellig. Daarna ben ik ook weer even meegetrokken de stad in. Toen besefte ik me vanochtend dat ik gewoon 3 keer uit ben geweest. Maar vet met mijn dieet bezig ben geweest. En gewoon alleen maar vodka Spa Blauw heb gedronken. En gewoon niks heb gegeten. En elke nacht met zulke zieke trek thuis kwam. En normaal vreet ik gewoon tosti, shawarma, mijn hele ijskast eet ik leeg. Vooral als ik drink. En ik heb het gewoon niet gedaan. Dus ik ben goed bezig. Ik moet echt weer mijn tanden gaan bleken. Ze zijn echt op zich hilst. Maar ik heb er nooit zin in. Ik vind bleken echt zoiets ongeduldigs. Goed. Vandaag ben ik lekker vrij, dus het komt mooi uit. Ik ben al de hele dag met mijn kind aan het knuffelen. Ze is wel echt nog steeds mega verkouden. Echt, het snot blijft uit de neus lopen. Dus alles wat ze ook echt 1 seconde heeft aangehad of aanraakt, moet gelijk de was in. Fijn, met mijn energierekening die van €40 naar €470 per maand is gegaan. Echt top. Mijn huid is trouwens ietsje aan het verbeteren. Ik heb wel vanochtend met zo'n cool ding, heet het hier op mijn... ogen, half wangen gelegen. Dat was ook op zich wel erg lekker voor mijn kater. Die valt trouwens wel mee. Oh.
dat weer zo hard. Welkom bij een nieuwe dag. Het is echt heerlijk mistig in Nederland. Ik ben met die kleine Bobby buiten. Ik had weer wat, jongen. Een vriendinnetje van mij die belde me op. Ja, schat, ik kan die Dyson krijgen voor de helft van de prijs. Dus ik had het een stofzuiger in mijn hoofd. Want ik doe echt een moord voor de nieuwste stofzuiger die echt 700 kost. Ik denk chill, €350 voor die Dyson stofzuiger. Komt ze net aan, is het die föhn? Ik dacht dat het die stofzuiger was. Nou, zoals de meeste mensen mij wel kennen, ik gebruik echt gewoon bijna nooit iets voor mijn haar. Dus ik heb nu de nieuwste Dyson föhn set. Maar ik denk toch dat ik hem straks even uit ga proberen en kijken of ik het wat vind. Want misschien moet ik er maar aan geloven of zo. Want het schijnt wel echt een hele chille föhn set te zijn. Maar ik weet niet, ik heb er iets te dun haar voor of zo. Zo. Kijk eens hoe mooi. Een hele nieuwe Dyson set. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga hem even uitproberen. Wat ik wel een keer eerder heb gedaan. En toen was het één drama. Dus we gaan het meemaken. Goedemorgen. Zo. Welkom bij een nieuwe dag. Ik heb trouwens echt de hele tijd mijn gezicht met Bepanthen ingesmeerd. Nu ook weer heel dik. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik heb zo een afspraak waar ik echt zo blij mee ben. Want ik moest het echt 100 keer verzetten. Omdat ik elke keer kon ik niet. Bij de inner sense. En dit is geen reclame. Dit is gewoon, ik betaal het gewoon. Ik heb het door Amanda. Er wordt echt je hele lijf onderzocht. En ja, ik ben daar gewoon echt heel erg benieuwd naar. Omdat ik elke keer dat vaginale gezeik blijf houden. Wat ik ook doe, welke tip ik ook krijg. Niks helpt al jarenlang niet. Alle dokters afgewezen. Ik ben er gewoon klaar mee. Dus dat is voor mij een heel belangrijk ding. Plus, ik vind het gewoon heel fijn om te weten wat ik nou wel of niet mag eten. Of ja, wat er nou precies een beetje in mijn lijf speelt, omgaat. Dus ik ben er wel echt heel erg benieuwd naar. Volgens mij krijg je niet gelijk de uitslag. Maar vandaag ga ik er wel heen. En heb ik een intake. Oh, ik heb nog steeds een beetje jeuk aan mijn gezicht. Goed. Gisteren had ik natuurlijk die Dyson geprobeerd. Toen was mijn haar droog. Nou, sorry, maar de hele avond heeft mijn haar gepluist. Ik weet nog niet of ik dit licht zo geweldig moet vinden. Dit is beter. Nu ga ik het even met nat haar proberen. Ik ben benieuwd. Dus dit is dan dat ding. En dan ga ik eerst de föhn opzet gebruiken. Dit er. Nou ja. Ja, sorry hoor, maar mijn oude föhn die maakt veel sneller mijn haar droog hoor. Ik weet niet waar mensen hier zo, dat mensen hier zo dom op zijn. Ik vind het echt allemaal wel meevallen, joh. Misschien ligt het aan mijn haar of zo, maar mijn haar is nog steeds nat, hoor. Het moet toch zo snel droog worden? Oké. Dit gaat wel iets sneller, moet ik je heel eerlijk toegeven. Nu
voor de final touch ga ik deze doen. Ik mag ook wel weer een extension in mijn haar gaan doen, want het is zo dun als de neten. Jezus. Oh my god. Het lukt me volgens mij. Sorry hoor, maar what the fuck? Nou. Echt fantastisch. Dit is het eindresultaat. Oh, ja, ik weet het. Het is voor mij niet weggelegd, dit ding. Goed, dus als iemand hem wil overnemen, stuur me maar een berichtje op mijn Instagram. Oké, jongens. Ja, sorry, ik kon het dus echt niet filmen, want dat kon ik gewoon echt niet maken. Maar dit was echt zo mega interessant. Het is dus de Innersense in Amsterdam. Ik kreeg eerst een hele test met magneten, weet ik veel wat. Echt bizar hoe je dan zo je lichaam in kan kijken. Nou, er kwam een hele test uit, bla bla. Bloedtest kon ik met al mijn cellen meekijken. Nou, meteen waar mijn punten zaten, waar aan gewerkt moet worden, is mijn maag, mijn lever en mijn dikke en mijn dunne darm. Het heeft dus ook allemaal weer vaginaal te maken met slijmvliezen en... Nou, het was zo interessant. Ik heb echt een uur alleen maar naar die man geluisterd. En het was ook echt een hele aardige man. Ja, het gaat heel diep. Ik zweer echt, ik heb gewoon betaald. Ik moest €250 betalen voor deze intake. En dan krijg je dus, van het weekend krijg je een heel rapport. En dan kan je ook nog allemaal keuzes maken wat je wil. En nou, hij zegt ook, ja, het kost wel gewoon echt geld. Maar wij gaan wel gewoon echt wel diep. Ja, logisch, het kost nou helemaal geld. Dat is gewoon zo. Ja, hij zag gewoon al mijn problemen. En hij ging ook dus echt dat over het hormonaal, weet ik veel, helemaal uitleggen. En weet ik van, nou, ik zat echt een soort les te volgen. Ik heb wel trouwens dit meegekregen. Hij zei, dit kan ik je alvast meegeven, deze twee dingen. Dit moet ik één in de ochtend, één in de avond, 10 dagen lang voor vaginaal. Cranberry volgens mij dit, zoals ik het zie. Dat is, ik weet niet wat dat is. Maar ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Dus, maar dit is wel, als je hiermee doorgaat, zo moet je waarschijnlijk wel echt detoxen. Je darmen worden gereinigd en weet ik veel wat. Dus ik ben benieuwd. Ik hoor het allemaal na dit weekend. Ik heb maandag dan, dinsdag volgende week heb ik een belafspraak. En dan gaat hij het hele rapport met me doornemen. Maar ja, ik raad dit echt iedereen aan die gewoon ergens niet mee uitkomt bij de dokter. En weet ik veel wat, want... Ja, dit is wel heel interessant. Met een fles Mozo. En toen ging hij in gesprek met de sommelier. En toen zei hij, ik vraag me nou af of we bij die Helbot filet, moeten we daar nou een Mozo bij drinken? Of een koning? Juhu! Goedemorgen, welkom bij Nieuwe Dag. Oh my god, daar rijdt politie. Volgens mij heeft hij me niet gezien. Ik weet het niet. Oké, good morning. Ik heb Jules naar de ouders van Jeff gebracht. Die hebben op werk een Sinterklaasfeest. En ja, dus ik ben allemaal mee. Superleuk voor haar. Ik ga nu naar My Incorporated Tattoo Piercing Shop. Want ze hebben een nieuwe spot geopend in de pijp. Dus lekker dichtbij. Want ik ga mijn arm afmaken. Dus ik ga 2 tattoos erbij zetten. Eentje weet ik. Nou, die andere weet ik ook wel. Ik denk dat ik dat wil doen. Maar jullie kennen mij. Ik ben heel erg impulsief. Dus het boeit me niet. Daar kan nog van alles veranderen. Ineens. Maar ja, dat gaan we doen. Super veel zin in. En ik wil eigenlijk, want ze hebben toch ook die piercing shop daar. Ik wil eigenlijk allemaal nieuwe oorbellen. Zo, helemaal vol. Maar ik ben dus echt totaal niet bang voor een tatoeage. Maar op het moment dat iemand praat over piercen in mijn oor, dan raak ik echt in paniek. Dat durf ik dus echt niet. Plus, mijn 4e gaatje was elke keer ontstoken. Dan ben ik echt bang als ik hier een gaatje ga laten prikken. Of weet ik veel waar. Dat ik echt gewoon niet meer kan slapen.
Dus ik weet niet of het zo handig is, maar ik vind het zo super mooi als meiden hun hele oor hebben onder zitten met van die mooie oorbellen. Ik hou ervan. Maar we gaan het meemaken wat ik straks allemaal weer beslis in 5 seconden tijd. En ja, nogmaals, als je van dunne tattoos houdt of fijne tattoos. Mila is echt, zij heet Mila en zij is zo kapot goed. Ik meen echt oprecht. De beste tattooartiest met fijne tattoetjes zit echt daar. Ze zet het zo mooi. Ik ben zo blij met al mijn nieuwe tattoos op deze arm. Dus ik kan echt niet wachten. Helemaal zin in. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Ik ben er nu. De nieuwe shop. Helemaal leuk. Ik vind dit ook zo mooi, hè, jongens. Ik wil eigenlijk echt mijn hele oor, maar het hield gewoon zo dramatisch. Maar ik vind het zo mooi, die oordingen. Oh, ik wil het echt. Ik wil het zo graag. Ik vind het echt super dik. Ik wil het ook gewoon helemaal anders weer. Ik wil dit uit. Ik wil alles nieuw. Ken je dat? Dat heb je soms echt. Oké. Mila is even die dingen aan het voorbereiden. Hier gaat het komen. Wacht. Dus kijk. Dit is nu mijn arm. En dan gaat dit vol. Even kijken hoe we het gaan doen. Want ik heb dus 2 dingen. 1 tekst en 1 desire ball. Even goed fixen. En dan gaan we het meemaken. Ja, we zijn lekker bezig. Ik val gewoon bijna in slaap. Mila die werkt zo zachtjes. En die naald is zo dun dat je het amper voelt. Echt mega chill. En het wordt super mooi. Dus. Trying to put you in the worst mood. I P1 cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt you. I all red lamps to tease you. I none of these toys on the leash too. I made your whole year in a week too. Yeah, main chick out of your league too. I side chick out of your league too. I house so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony.